De Antichrist, een spannend onderwerp dat bij veel christenen vragen oproept. Wat maakte dat de meeste reformatoren in de Romeinse paus de Antichrist zagen? En hoe komt het dat veel mensen vandaag de dag de Antichrist nog in de toekomst plaatsen? Kunnen wij de Antichrist ontmaskeren? En de allerbelangrijkste vraag is, wat is nu echt Gods boodschap als het gaat over de Antichrist? Nou, ik wil je in deze film laten zien dat de Antichrist geen passief onderwerp is, maar dat er in de Bijbel over is geschreven met een reden. Het is iets waar we echt wat mee moeten, geloof ik. Nou, ik wil je een zo compleet mogelijke studie geven over de Antichrist, die denk ik voor iedereen te begrijpen is. Het zal aan de ene kant misschien schokkend zijn, maar aan de andere kant zal je er ook over kunnen verwonderen hoe Gods woord tot in detail klopt en hoe de profetieën bewijzen dat hij leeft. Nou, allereerst is het goed om te beseffen dat als we de Antichrist willen ontmaskeren, we de Bijbel goed moeten laten spreken. Dus niet selectief, maar in zijn totaal. Laten we snel beginnen met onze ontdekkingstocht. Wat is de Antichrist? Verschillende Bijbelboeken vertellen ons dat er ergens in de wereldgeschiedenis een macht of een persoon zal opstaan als tegenstander van God. De boeken Daniel en Openbaring die vertellen ons het meest hierover. En zij maken ook duidelijk dat deze macht uiteindelijk zal worden teniet gedaan bij Jezus' wederkomst. Veel christenen kijken natuurlijk uit naar Jezus' komst. En jij hopelijk ook. Maar de vraag is natuurlijk, beseffen we ook dat dit koninkrijk pas kan komen als deze antimacht uit de weg is geruimd? Het is daarom niet voor niets dat de Bijbel ons hier onderwijs over geeft. Net zoals het beloofde land vroeger niet kon worden ingenomen zonder de val van Jericho, zo kan het koninkrijk van God simpelweg niet komen zonder dat het rijk van deze tegenstander eerst valt. Als we gaan graven naar informatie over de Antichrist, moeten we beginnen in het boek Daniel. Hoewel alleen in de brieven van Johannes echt de naam Antichrist wordt gebruikt, spreken ook Paulus en de boeken Daniel en Openbaring er uitgebreid over. En dat het in deze verschillende Bijbelboeken om één en dezelfde antichristelijke macht of persoon gaat, dat wordt eigenlijk duidelijk uit twee dingen. Allereerst zien we dat in de verschillende Bijbelboeken dezelfde kenmerken duidelijk terugkomen. En ten tweede zullen we ook zien dat alle aanwijzingen in de verschillende Bijbelboeken toe te passen zijn op een bepaalde macht of persoon. In Daniel 2 en 7 wordt cruciale informatie gegeven over de Antichrist, met name omdat het ons inzicht geeft over waar we de Antichrist moeten plaatsen in de tijd. Nou, ga met mij mee als we zo'n 2600 jaar teruggaan in de tijd. Als het Joodse volk in ballingschap is weggevoerd naar Babel, zo'n 500 jaar voor Jezus' komst, dan wordt Daniel daarbij het paleis van koning Nebukadnezar in dienst gesteld. En op een nacht droomt Nebukadnezar een droom die iets vertelt over de wereldgeschiedenis vanaf zijn Babylonische Rijk, dat is het Wereldrijk op dat moment, tot en met de komst van Gods Koninkrijk die eens heel de aarde zal vervullen. Nebukadnezar ziet in de droom een beeld met een gouden hoofd, daaronder een zilveren borst en zilveren armen, daaronder een bronzen buik en dijen, en vervolgens ijzeren benen en tenslotte twee voeten en 10 tenen van ijzer en leem. En dan komt er in deze droom een steen aangerold die het beeld compleet verbrijzelt. En God maakt de betekenis van deze wonderlijke droom van Nebukadnezar bekend aan Daniel. En Daniel zegt: Koning, u bent dat gouden hoofd. Na u zal een ander rijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een ander, het derde koninkrijk, van brons, dat heersen zal over de hele aarde. En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. We kunnen de wereldgeschiedenis zo naast deze droom leggen. We weten dat, net zoals de lichaamsdelen van het beeld in elkaar overgaan, zo ook in de geschiedenis de wereldrijken letterlijk in elkaar zijn overgegaan. Babylon, het gouden hoofd, moest in 539 voor Christus plaatsmaken voor het rijk van de Mede en Perzen, de bronzen borst. De Mede en Perzen werden in 331 voor Christus weer verslagen door Alexander de Grote, waardoor de Grieken de wereldheerschappij op zich namen, als zijnde het derde rijk. En na het Griekse rijk kwam het verschrikkelijke Romeinse rijk, wat Daniel hier het vierde rijk noemt. En dan zijn we aangekomen ook in de tijd van Jezus. Volgens Daniel loopt dit vierde rijk door richting de voeten, de 10 tenen. We weten inderdaad dat het Romeinse rijk uiteen is gevallen, waardoor 10 koninkrijken, die voornamelijk uit het noorden van Europa kwamen, hun gebied innamen.
En hier kan je ze zien. Dit waren de Lombarden, de Franken, Bourgondiërs, de Ostrogoten, de Visigoten, de Vandalen, de Herulen, de Alamannen, de Sueven en de Saksen. En dat heeft onder andere ook de bekende geleerde Isaac Newton bewezen. Dus samengevat zien we hier dat als het ware vanaf het Rijk van Babylon er een lijn loopt door de geschiedenis tot aan het Romeinse Rijk en heel Europa. En gelukkig blijft het niet bij deze koninkrijken, want Daniel legt ook uit dat de steen die het beeld omver stoot, betekent dat Gods koninkrijk al deze koninkrijk omver zal werpen en dat Gods koninkrijk dan altijd zal blijven. Maar tot zover even Daniel 2. In Daniel 7 wordt dezelfde wereldgeschiedenis beschreven in een andere droom. Hier is het Daniel zelf die droomt. Hij ziet daarin opnieuw de vier wereldrijken en hij ziet ze hier in de vorm van vier dieren die na elkaar opkomen uit de zee en ze moeten plaatsmaken voor elkaar. Een leeuw, dan een beer, dan een luipaard. En het vierde wordt een verschrikkelijk dier genoemd. En net als bij de droom van het beeld van Nebukadnezar loopt dit vierde rijk, het Romeinse Rijk, weer uit op 10 rijken. In deze droom aangegeven met 10 horens op de kop van het vierde dier. Laten we lezen. Daarna keek ik toe in de nachtvisioenen en zie het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden, het at en verbrijzelde en de rest vertrapte het met zijn poten. Het verschilde van al de dieren die ervoor geweest waren en het had 10 horens. En let goed op, want nu komen we bij ons onderwerp, de antichrist. Terwijl ik op de horens bleef letten, zie je een andere kleine hoorn rees daartussen op. 3 van de eerdere hoorns werden voor hem uitgerukt en zie in die hoorn waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. De uitleg hierover geeft Daniel een paar versen later. Het vierde dier zal het vierde koninkrijk op aarde zijn, dat verschillen zal van al de andere koninkrijken. Het zal heel de aarde verslinden en zal haar vertrappen en verbrijzelen. En de 10 horens duiden aan dat uit het koninkrijk 10 koningen zullen opstaan. En na hen zal een ander opstaan, die zal verschillen van die er eerder geweest waren. 3 koningen zal hij vernederen, woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heilige van de Allerhoogste zal hij te gronde richten, en hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen. En zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. Ook hier legt Daniel dus uit dat rechtstreeks uit het vierde rijk, het Romeinse Rijk, 10 rijken voortkomen. En nu wordt het aansprekend, want Daniel beschrijft hier in deze droom nog iets meer. Namelijk dat er van deze 10 horens 3 worden weggerukt en plaats moeten maken voor 1 kleine nieuwe hoorn. Er groeit dus een nieuwe hoorn op het vierde beest, het Romeinse Rijk. Deze kleine hoorn die wordt uitvoerig beschreven en hij bevat dezelfde kenmerken als het beest uit de Openbaring en als de antichrist in de brief aan de Thessalonicenzen, die daar de mens van de wetteloosheid wordt genoemd. En de meeste uitleggers zijn het erover eens dat deze kleine hoorn de antichrist is. En de eerste aanwijzing die we daarover krijgen is dus dat de antichrist verbonden is met het Romeinse Rijk. Dat is heel belangrijk. Hij groeit namelijk op de kop van het vierde dier. Nu is de vraag, is deze profetie naast de geschiedenis te leggen? Het antwoord is een duidelijk ja. Terwijl het Romeinse Rijk in de vierde eeuw na Christus steeds meer in verval raakte en overspoeld werd met 10 Europese volken, kreeg de bisschop van Rome steeds meer macht in het Romeinse Rijk. En die macht werd helemaal groot toen hij de functie kreeg van Pontifex Maximus. De Pontifex Maximus was de hoge priester van de heidense mysteriegodsdienst van het oude Babylon, overgebracht naar het Romeinse Rijk. En tot dan toe had de keizer altijd deze functie bekleed. Maar in 376 na Christus wilde de keizer Gratianus deze functie van heidense hoge priester niet meer bekleden en daarom werd de bisschop van Rome, de latere paus, nu gekozen tot Pontifex Maximus. En eigenlijk werd toen de Roomse kerk geboren met het pausdom aan de top. In het jaar 538 werd het pausdom officieel gesticht, omdat toen werd bepaald door de keizer van het Oost-Romeinse Rijk dat de paus van Rome het hoofd van alle kerken op aarde zou zijn. Maar er ontstond dus een nieuwe macht tussen die 10 koninkrijken, die 10 horens. En echt niet zomaar één.
zoals we zullen zien. Het heidense ambt van Pontifex Maximus, hogepriester van de mysteriegodsdienst, werd dus eigenlijk verchristelijkt. En door het ontstaan van de pauselijke staat werden de Herulische, de Vandaalse en de Oostrogotische macht in Italië teniet gedaan. Dus 3 van de 10 koninkrijken werden inderdaad vernietigd. Dit is wat we in Daniël 7 al zagen. Er kwam dus inderdaad op de kop van het vierde dier, het Romeinse Rijk, een nieuwe macht op, die van het pausdom. En er zijn dus inderdaad 3 horens, 3 koninkrijken uitgerukt die plaats hebben gemaakt voor deze macht. Midden in de puinhopen van het Romeinse Rijk werd Rome als het ware een nieuw leven ingeblazen. En de vele eeuwen die vanaf toen volgden, heeft de paus als zogenaamde plaatsvervanger van Christus op aarde totale politieke heerschappij gevoerd, hè, over heel veel landen, met grote gevolgen zoals we ook zullen zien. Maar ook heeft hij totale geestelijke heerschappij gevoerd over de kerk, met ook enorme gevolgen voor het evangelie en voor de Bijbelse leer tot aan vandaag de dag toe. Nu mogen we natuurlijk niet te snel conclusies trekken. Dus de vraag is, kunnen de kenmerken van de kleine hoorn hier overgeplaatst worden op de macht van het pausdom? We kijken naar de volgende 3 kenmerken die Daniël hier noemt. Hij zal woorden tegen het Allerhoogste spreken. Op andere plekken wordt gesproken over godslastering. Hij zal veel heiligen te gronde richten of uitroeien, vermoorden. En er staat dat hij erop uit zal zijn om bepaalde tijden en de wet te veranderen. Zijn deze kenmerken inderdaad van toepassing op de paus? Nou, allereerst de godslastering. Wat is godslastering eigenlijk? Het is interessant om te zien dat de Heer Jezus in het Nieuwe Testament wordt beschuldigd van godslastering om 2 redenen. Allereerst omdat hij tegen de mensen zegt, uw zonden zijn u vergeven. En ook omdat hij zichzelf tot God maakt, zo staat er. Oftewel, godslastering is als je zegt dat je zonden kan vergeven en als je jezelf tot God maakt. Nou, dit is zeker van toepassing op het pausdom. De paus die zegt inderdaad dat hij zonden kan vergeven. Via de biecht kon iedere priester als vertegenwoordiger van de paus de mensen hun zonden kwijtschelden. En ook heeft hij zich zeker tot een god gemaakt. Ik geef je zomaar een voorbeeldje van hoe de paus vereerd werd en nog steeds vereerd wordt. Bij de kroning van paus Innocent X sprak een kardinaal hem als volgt toe. Meest heilige en gezegende vader, hoofd van de kerk, regeerder van de wereld, aan wie de sleutels van het koninkrijk der hemelen zijn toevertrouwd, wie de engelen in de hemel eerbiedigen en de poorten van de hel vrezen en heel de wereld aanbidt, bijzonder diep vereren en aanbidden wij u. Niet voor niets draagt de paus koninklijke kleding met een drievoudige kroon, de zogenaamde tiara. Deze tiara die symboliseert de macht van de paus op de aarde, in de hemel en in de hel, waar hij alle 3 claimt te regeren. Hij wordt genoemd de plaatsvervanger van God en hij staat boven alle koningen. De historicus Edward Gibbon zegt bijvoorbeeld over paus Innocent III dat hij meer macht had dan de keizers van het Romeinse Rijk. Koningen die legden hun kronen aan de voeten van de paus en ze moesten zijn voeten kussen. En de koningen die dat niet deden, die werden gewoon simpelweg afgezet. In 1894 zei paus Leo de XIII zelf, wij nemen op aarde de plaats van de almachtige God in. Dus ja, de paus werd zeker tot God gemaakt, maar ook zeker vandaag de dag wordt hij nog volop aanbeden. Het tweede kenmerk wat hier staat van de antichrist, de kleine hoorn, is dat hij de heilige te gronde zal richten. Nou, hier zouden we echt 10 studies mee kunnen vullen. Het is ongekend en helaas ook veel te onbekend hoeveel bloed er heeft gevloeid de afgelopen 1500 jaar. Miljoenen Joden, Hugenoten, Waldenzen en andere protestanten die zijn direct of indirect onder het gezag van het pausdom vermoord. De grond in Europa die kleurt echt rood van het bloed. We mogen deze geschiedenis nooit vergeten. Ik denk bijvoorbeeld zomaar aan de kruistochten richting Jeruzalem, waarbij met het kruis hoog in het vaandel vele Joodse dorpen aan de moezel compleet zijn uitgemoord. En dat notabene in de naam van Christus. En dat is zomaar één voorbeeldje. De verzameling van het boek van De Martelaren van John Fox beschrijft in maar liefst 6000 pagina's de vervolgingen door de Roomse kerk.
Nou, dan het derde kenmerk, wat zo duidelijk en wonderlijk eigenlijk is vervuld. De antichrist zal erop uit zijn, staat hier, bepaalde tijden en de wet te veranderen. In de Hebreeuwse Bijbel staat er voor het woord van bepaalde tijden het woord Moadim. En dat is de benaming voor de feesten van God. Nou, dit is letterlijk gebeurd. Onder heerschappij van Rome zijn inderdaad Gods feesten, zoals Pesach, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest, veranderd of helemaal verdwenen zelfs. Van oorsprong Babylonische feesten, zoals Kerst en Easter, Pasen, kwamen voor in de plaats en deze werden christelijk gemaakt. Er werd op concilies gesteld dat christenen niks meer te maken mochten hebben met het Joodse volk. Nou, als je kijkt naar de verandering van al deze feesten, dan zie je eigenlijk dat de invloed van de paus ook vandaag de dag in protestantse kringen nog ontzettend groot is. En is het niet gek dat onze hele feestmaanden zijn ingericht met Roomse instellingen en gebruiken die hun oorsprong vaak ook nog vinden in Babylon en dat we Gods eigen feesten vaak afwijzen als zogenaamd wettisch of achterhaald. Nou, daar mag je zelf over nadenken. Nou, ook is de wet inderdaad veranderd, zoals hier is voorzegd. De Roomse Kerk heeft namelijk onder andere het vierde gebod van de Sabbat veranderd in de zondag. En het tweede gebod hebben ze afgeschaft. Gelukkig is het tweede gebod van het niet mogen maken van gesneden beelden door de reformatie weer in eerde hersteld. Maar dat geldt niet voor het vierde gebod. Luister maar naar wat een pater hier zelf over zegt. De Bijbel zegt, gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Maar de katholieke kerk zegt, nee, hou de eerste dag van de week heilig. En de hele wereld buigt in gehoorzaamheid. En hier een ander citaat. Zondag is een teken van gezag. Onze kerk is de Bijbel. En deze beweging van het handhaven van de zaterdagsrust op zondag is het bewijs van dat feit. Het is toch wonderlijk dat wat Daniël al 500 jaar voor Christus heeft geprofeteerd letterlijk is uitgekomen. Namelijk dat Gods feesten en wet zouden worden veranderd. Nou, op het laatste kenmerk wat Daniël hier geeft van een tijd, tijden en een halve tijd kom ik later terug, omdat het Bijbelboek Openbaring daar ook over spreekt. We gaan verder op onze ontdekkingstocht naar het Nieuwe Testament. Even tussen twee haakjes. Sommige uitleggers geloven dat de laatste hoofdstukken van het boek Daniël ook over de antichrist gaan. Maar deze profetieën zijn ook naast de geschiedenis te leggen. Heel hoofdstuk 8 en 11 zijn vervuld en ook gedeeltelijk hoofdstuk 12. Het is profetie over de tijd van de Mede en Perzen, opgevolgd door Griekenland. En de daaruit voortgekomen Antiochus Epiphanus. Het zijn wonderlijke profetieën die letterlijk vervuld zijn. Ook de 70 jaarweken uit Daniël 9. Dat voert nu te ver, maar als je meer wil weten over hoe dat zit, dan kan je in het document onder deze film daar uitgebreid over lezen. Laten we eens gaan kijken wat Paulus zegt over de antichrist. Paulus spreekt er maar één keer over en hij doet dat in 2 Thessalonicenzen 2. Daar heeft hij het over de zogenaamde mens van de wetteloosheid. Wat aansluit bij wat we in Daniël 7 zagen, namelijk dat deze persoon Gods wet en feesttijden zou veranderen. Een heel belangrijk punt is dat Paulus over de mens van de wetteloosheid spreekt in de context van de afval. De antichrist heeft dus alles te maken met het christendom dat is afgevallen van hoe het zou moeten zijn. De titel mens der wetteloosheid of antichrist betekent trouwens ook niet dat dit één persoon hoeft te zijn, want de Bijbel spreekt ook over de mens die God toebehoort of over de hoge priester. En het kan dus ook gaan over meerdere personen in dezelfde positie, zoals de paus bijvoorbeeld. Het eerste kenmerk wat Paulus noemt is dat de antichrist zich verheft boven God en dat hij als God vereerd wordt. Precies het kenmerk wat we ook in Daniël 7 al hadden ontdekt. Dat de paus inderdaad tot God wordt gemaakt, dat hoeft eigenlijk niemand te worden duidelijk gemaakt. Tot aan vandaag de dag toe buigen alle wereldleiders voor de paus. Maar zelfs ook in de protestantse kerk en evangelische kerken wereldwijd zijn nog veel instellingen van de paus gezaghebbend. Wat Paulus vervolgens beschrijft is heel kenmerkend voor de antichrist. Paulus heeft het over een afval en over het feit dat deze mens van de wetteloosheid in de tempel van God plaatsneemt en zich als God voordoet. Nou, als de brieven in het Nieuwe Testament spreken over de tempel, gaat het altijd over de gemeente of over de gelovigen zelf.
Wat deze tekst ons dus duidelijk maakt, is dat de antichrist niet zomaar een vijand is die van de andere kant komt, van buitenaf, maar een vijand die midden in de gemeente plaatsneemt. En ook het woord afval in deze tekst, apostasia, dat betekent afwijken van de leer, dat wijst hierop. Dit is een sluwe truc van Satan. De duivel merkt in de eerste eeuwen na de uitstorting van de Heilige Geest dat hij de krachtige gemeente niet van buitenaf kon bestrijden. Het bloed van de martelaren liet de kerk eigenlijk alleen maar groeien. Daarom werd zijn tactiek steeds meer om van binnenuit de gemeente te bestrijden en te veranderen. Om zo de kracht daaruit weg te nemen. Dus geen vijand van buitenaf, maar van binnenuit. Nou, Calvijn schrijft in zijn verklaring op 2 Thessalonicenzen 2 vers 4 dit gedeelte. In de tempel Gods, met dit ene woord, wordt de menselijke dwaling weerlegd van hen die menen dat de paus, hoe hij zich ook gedraagt, daarom Christus stadhouder is, omdat hij zijn stoel in de gemeente heeft. Want Paulus stelt de antichrist nergens anders dan in de heilige plaats Gods. Dus simpel gezegd, zegt Calvijn, we moeten niet denken dat de paus een stadhouder is van Christus omdat hij onderdeel van de kerk is. Want Paulus zegt juist dat de antichrist in de gemeente gaat zitten. Dat wordt ook bevestigd door het woord antichrist. Het woord anti betekent namelijk in eerste instantie niet tegen, zoals veel mensen denken, maar het betekent vooral in de plaats van of evenbeeld van. Denk bijvoorbeeld aan de naam antipater, wat betekent het evenbeeld van de vader. Het gaat dus om een tegenstander die imiteert en niet iemand die alles compleet anders doet dan God. En ook dit plaatje past dus op de paus. Een van zijn titels is ook letterlijk plaatsvervanger van de Zoon van God. Wat trouwens ook de getalswaarde van 666 heeft, zoals we straks zullen zien. En hij heeft zich inderdaad in de gemeente neergezet. En vanuit daaruit is de Bijbelse koers op allerlei essentiële punten veranderd. Het evangelie van genade is veranderd, vervangen. Gods feesten zijn vervangen. Gods rustdag is vervangen. Israël is vervangen door de kerk. Jeruzalem werd vervangen door Rome enzovoort. Ik kom regelmatig in Israël en als ik eerlijk ben, dan merk ik dat het juist al deze veranderingen zijn die ervoor zorgen dat Joden Jezus niet herkennen als de Messias en dat ze denken dat wij een compleet andere God dienen. Nou, vervolgens zien we iets in vers 6 en 7 dat vaak over het hoofd wordt gezien. Paulus zegt dat het principe van deze wetteloosheid in zijn tijd al werkzaam is, maar dat er iemand is die de antichrist nog weerhoudt. Het was dus in Paulus' tijd al gaande. Dat staat hier. Nou, deze weerhouder is mijns inziens de keizer. Zolang de keizer namelijk nog in Rome regeerde en het ambt van Pontifex Maximus had, kon de bisschop van Rome, de latere paus, zijn volledige en vooral zijn geestelijke macht nog niet uitoefenen. Nou, en het laatste kenmerk wat Paulus hier beschrijft, dat is dat de antichrist allerlei wonderen en tekenen zal doen. Vers 9 staat dat. Dit kenmerk, dat wordt ook herhaald in Openbaring 13, vers 13. Nou, ook dit kunnen we zo toepassen op Rome. De Romeinse kerk zegt dat er veel wonderen plaats hebben gevonden door relikwieën van heiligen. Door het aanraken of vereren van bijvoorbeeld de zogenaamde resten van kleding van de Heer Jezus gebeurden bizarre dingen. Bovennatuurlijke krachten gingen van deze relikwieën uit. En velen waren ook in de greep van deze bijgelovigheid. Er is ook ontzettend veel geld mee verdiend. En dat is heel triest eigenlijk, want veel mensen zijn ermee bedrogen. Het is, zoals hier wordt gezegd in de tekst, wonderen van de leugen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan kloosters en kerken in de tijd van de Reformatie, waar overal moedermelk van Maria stond tentoongesteld. Er zou namelijk bovennatuurlijke kracht uitgaan van deze moedermelk van Maria. Er waren zogenaamde visioenen van engelen en verschijningen van geesten, van arme zielen in het vage vuur. En zij smeekte en klaagde om eruit te mogen worden gekocht. En daarom werd niet voor niets in de tijd van de Reformatie gezegd, weet je wat het meest winstgevende land onder Romeinse heerschappij is? Het vage vuur. Het is triest om te bedenken dat het arme volk uit angst voor het vage vuur hun laatste geld weggaf en dat onder andere daarmee de pracht en praal van Rome is gefinancierd. Tot zover wat Paulus over de antichrist zegt. We gaan verder in de brieven van Johannes. Bevestigen die ook hetzelfde beeld.
Johannes zegt 3 keer heel kort iets over de antichrist en hij noemt hem ook zo. Hij doet dat in 1 Johannes 2, in 1 Johannes 4 en in 2 Johannes 1. Wie is de leugenaar anders dan hij die logent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist die de Vader en de Zoon logent. Ieder die de Zoon logent, heeft ook de Vader niet. Nou, sommigen zeggen, het pausdom logent de Vader en de Zoon toch niet? Maar wat is logenen? Het betekent niet per se dat je zegt dat je iemand niet kent. In 2 Petrus 2 vers 1 staat bijvoorbeeld dat de Heer wordt gelogend als er verderfelijke afwijkingen in de leer worden ingevoerd. Dat is dus ook de Zoon logenen. En dat past ook trouwens binnen de context van dit gedeelte. Want in vers 19 spreekt Johannes ook al over de vele antichristen die uit ons midden zijn weggegaan. Dus weer dat afwijken van de leer. Niet een strijd van buitenaf, maar van binnenin. De antichrist is dus niet iemand die zegt, ik ken Jezus niet. Maar iemand die door bewust van de leer af te wijken hem als het ware logent. En ook staat er nog in het vers erachter dat ieder die de Zoon logent, de Vader niet heeft. Het is heel interessant om dit vers naast 2 Johannes 1 vers 9 te houden. Waar staat, ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet. Ook hier gaat het dus weer over het niet blijven in de leer van Christus. En dat is waardoor je volgens dit Bijbelgedeelte de Vader niet hebt. Nou, Rome heeft veel zaken van de leer van het evangelie veranderd. Het grootste en belangrijkste voorbeeld daarvan is het afwijken van de leer van het zalig worden. Namelijk dat dat niet enkel uit genade zou zijn, maar ook door te werken. Het enige kenmerk van de antichrist wat verder nog te halen is uit de brieven van Johannes, dat is zijn misleiding van het niet belijden dat Jezus in het vlees gekomen is. Dat noemt Johannes zowel in 1 Johannes 4 vers 2 als ook in 2 Johannes 1 vers 7. Nou, over deze profetie kan ik heel kort zijn. Maria, de moeder van Jezus, wordt in de Romeinse kerk gezien als degene die met onbevlekte ziel is geboren. En dus heeft ze volgens Rome geen deel gehad aan het menselijke vlees. Dit is ook een officieel dogma, wat ook wel genoemd wordt het dogma van de onbevlekte ontvangenis van Maria. En als je deze leer dus volgt en je zegt dat de Heilige Geest Jezus heeft verwekt bij een hemelse Maria in plaats van bij een aardse menselijke Maria, dan betekent dat dat Jezus dus ook niet in het vlees gekomen is. En dat is natuurlijk een verkeerde leer. Maria was wel volledig mens en Jezus is volledig afgedaald in het menselijke lichaam. Dus ook deze profetie zien we vervuld worden in Rome. Nou, tot zover de brieven van Johannes over de antichrist. Even een korte samenvatting tot nu toe. We hebben onder andere gezien dat de antichrist uit het Romeinse Rijk moet zijn voortgekomen. Dat hij Gods wet en feest heeft veranderd. Dat hij vele kinderen van God heeft vervolgd. Dat hij in de gemeente van God heeft plaatsgenomen en zich daar als God laat vereren. En dat hij allerlei afwijkingen in de leer heeft ingevoerd die de kerk als het ware op een zijspoor hebben gebracht. Nou, voordat we gaan kijken naar het boek Openbaring, eerst het volgende. Want misschien denk je ondertussen, hoe komt het dat veel mensen zeggen dat de antichrist nog moet komen? Nou, dat zal ik uitleggen. Zo'n 500 jaar geleden, toen de reformatie uitbrak en veel mensen de dwalingen van de Romeinse kerk zagen, hebben praktisch alle reformatoren de Romeinse paus aangewezen als de antichrist. Van Calvijn tot Zwingli, van Johannes Hus tot Bunyan, Wilhelmus à Brakel en later ook mensen als Spurgeon. Als reactie op deze reformatie moest Rome natuurlijk met een tegenaanval komen. En dit deden ze onder andere door de protestantse ketten zwaar te straffen, onder andere op de brandstapel. Maar ze deden dit ook door middel van een nieuwe Bijbelverklaring op de antichrist. Francisco Ribera, dat was iemand van de katholieke orde van de Jezuïeten, die kreeg de opdracht om een verklaring van het boek Openbaring op te stellen. En daarbij werd onder andere gebruik gemaakt van een leer uit de 4e eeuw. En Ribera verklaarde Openbaring zo dat de antichrist pas veel later, vlak voor Jezus, wederkomst zou komen. De antichrist zou volgens deze leer uiteraard een Jood zijn, wat absoluut nergens in de Bijbel staat, die in het herbouwde tempel zou gaan zitten. En terwijl de kerk zou worden opgenomen naar de hemel, zou het Joodse volk nog even flink door de verdrukking gaan. Nou, is dit herkenbaar? Vast wel.
Door deze leer werd heel slim of sluw de aandacht van de Romeinse paus eigenlijk afgeleid als zijnde de antichrist. En via verschillende bijbelverklaringen is deze leer ook steeds verder verspreid en ook in onze protestantse kringen terechtgekomen. Nou, het absurde van deze leer vind ik zelf dat de Joden, die notabene 2000 jaar lang zijn opgejaagd, vervolgd en vermoord in de naam van Christus, er nog eens flink van langs zouden gaan krijgen in de toekomst. En dat de kerk, die ongelooflijk veel bloed aan haar handen heeft, ondertussen in de hemel zou gaan feestvieren. Ik geloof eerlijk gezegd dat het precies andersom zal zijn. De Joden hebben hun ergste tijd gehad. Schattingen spreken namelijk over 7 miljoen Joden die zijn omgebracht de afgelopen eeuwen. En dan komen daar ook nog de 6 miljoen van de Holocaust bij. Die trouwens ook alles te maken hebben met het kerkelijk antisemitisme in de eeuwen daarvoor. God is in onze tijd bezig om Israël weer te herstellen. En nu zal zijn oordeel juist gaan komen over de volken waar de antichrist heeft geregeerd. En die zo verschrikkelijk met het Joodse volk zijn omgegaan. En daar is het boek Openbaring ook duidelijk in. De Bijbel geeft ook geen aanleiding eigenlijk om alle profetieën van de grote verdrukking en de antichrist in een korte periode vlak voor Jezus' wederkomst te plaatsen. Om dat kloppend te krijgen moet je bijvoorbeeld de 70ste jaarweek helemaal losknippen van de andere 69. En moet je ook een gat van 2000 jaar maken in het beeld uit Daniel 2. En in Lucas 21 staat eigenlijk gewoon heel duidelijk dat de grote verdrukking over het Joodse volk zou beginnen bij de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70. En dat het zou duren totdat Jeruzalem weer in handen zou komen van het Joodse volk. En dat zien we in onze tijd gebeuren. De grote verdrukking is dus groot, niet alleen omdat het gruwelijk is geweest, maar ook groot in de zin van een lange tijdsperiode. En misschien denk je dat het wel meevalt wat het Joodse volk heeft geleden de afgelopen eeuwen, 2000 jaar. Dan is een goede aanrader het nieuwe boek Het bloed schreeuwt uit de aarde, wat mijn vader onlangs heeft uitgebracht. Nou, waarom ik dit allemaal noem, is omdat het gevaar is dat we gaan zitten wachten op een antichrist, terwijl we mijns inziens al veel verder zitten op de tijdslijn van Gods plan. Namelijk dat de oordelen uit het boek Openbaring gaan komen over de volken vanwege alles wat er in het verleden is gebeurd. En dat is waar we ons mijns inziens op moeten voorbereiden. En dat is ook mijns inziens de hele boodschap van de eindtijdredes van Jezus. Laten we met elkaar gaan naar het boek Openbaring, waarbij al deze dingen nog duidelijker zullen worden. Dat is niet makkelijk om even kort te behandelen, dus ik zal wat hoofdlijnen schetsen en vervolgens ingaan op de specifieke kenmerken die in Openbaring worden genoemd. Het boek Openbaring is een visioen van Johannes toen hij in de geest op de dag des Heren was. Openbaring 1 vers 10. Dit betekent dat hij als een soort droom heeft gezien wat er op de dag des Heren zou gebeuren. En als je de profetieën leest, of de profetenboeken eigenlijk, dan weet je dat de dag des Heren altijd een tijd van rechtzetting is. Een tijd van oordeel, om daarmee recht te doen. Het is ook niet per se één letterlijke dag. Het Bijbelboek Openbaring heeft eigenlijk maar één grote boodschap en dat is het oordeel dat moet komen over het rijk van de antichrist, zodat Gods koninkrijk kan komen. En zijn wil uiteindelijk ook zal geschieden op aarde, net zoals het nu al in de hemel gebeurt. In het Bijbelboek wordt deze antichrist op verschillende manieren beschreven en hij heeft telkens een andere naam. En ik geloof dat elk van deze namen een ander aspect van zijn macht laat zien. Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over het beest uit de zee, het beest uit de aarde, de vrouw op het beest en ook geheimenis Babylon. Maar het gaat ten diepste om één en dezelfde macht die moet gaan wijken, zoals we zullen zien. Nou, als we nu gaan kijken naar al die negatieve dingen, dan is het ook goed om in je achterhoofd te houden het geweldige doel van God. Namelijk dat Gods koninkrijk zal komen. Dus wees daarmee bemoedigd. Het is uiteindelijk heel positief dat God ons juist deze dingen wil openbaren, zodat we voorbereid zijn. In het boek Openbaring komt er in hoofdstuk 5 een boekrol tevoorschijn, die als het ware het plan van God weerspiegelt. Een engel roept daarbij uit, wie is het waard deze boekrol te openen? En dan lezen we dat Jezus de enige is die het waard is om deze rol te openen. Oftewel, door wat Jezus heeft gedaan, kan Gods plan worden uitgerold. En daarom wordt Jezus hier ook aanbeden door de engelen. De boekrol die heeft 7 zegels en als we daarnaar kijken dan zien we
dat deze zegels één voor één eraf worden gehaald, waardoor er telkens weer een stuk van Gods plan wordt uitgevoerd. Om ons de structuur van het boek Openbaring te laten begrijpen en de val van het Rijk van de Antichrist, is ons een soort voorbeeldgeschiedenis gegeven in de Bijbel. En dat is de geschiedenis van de val van Jericho bij de inname van het beloofde land. Om Jericho te laten vallen, gebood God het volk 7 dagen om de stad te trekken. En op de 7e dag moesten ze, terwijl ze op de bezuinen bliezen, 7 keer om de stad trekken, waarna Jericho viel. Dus wat je ziet is een lijn van 7 dagen en die 7e dag zelf bestond dan ook weer uit een lijn van 7. Deze structuur die zie je ook in het boek Openbaring. Eerst worden die 7 zegels van die boekrol geopend. En bij de opening van het 7e zegel komen er 7 bazuinen tevoorschijn. En als de 7e bazuin geklonken heeft, die allerlaatste, zoals die allerlaatste rondgang van Jericho, dan zien we dat het rijk van de tegenstander is gevallen. En dat Jezus koning wordt over heel de aarde. Net zoals na de val van Jericho het beloofde land als het ware helemaal open lag. En net zoals bij Jericho de muren vielen op het moment dat het volk Israël juichte, zo zien we ook dat het eerste halleluja geroep in Openbaring klinkt op het moment dat Babylon, het rijk van de Antichrist, is gevallen. Nou, even terug naar die 7 zegels. De 7 zegels vanaf hoofdstuk 5 tot hoofdstuk 11 die beschrijven de geschiedenis van de afgelopen 2000 jaar. Vanaf het moment dat Johannes dit visioen zag tot nu toe met wat er ook nog gaat komen. Het eerste zegel beschrijft hoe in de eerste eeuwen na Christus de wereld werd gewonnen voor het evangelie. Met daarbij ook het vele lijden van de gelovigen. Bij het tweede, derde en het 4e zegel lezen we over honger, oorlogen en pest. En dit beschrijft de gruwelijke wereldoorlogen die er zijn geweest door de tijd heen. Maar ook bijvoorbeeld de epidemieën. Denk bijvoorbeeld aan de pest in de middeleeuwen. Waar ook een groot gedeelte van de wereldbevolking aan is overleden. En dan komen we bij het 5e zegel. En daar zien we dat de zielen van de martelaren roepen om Gods wraak over hun onschuldig vergoten bloed. Dat zijn die vele martelaren die de afgelopen eeuwen allemaal zijn vermoord vanwege hun geloof. Dan komen we bij het 6e zegel, dat een soort aankondiging is van het oordeel dat gaat komen, Gods ingrijpen. We lezen bij het 6e zegel dat de zon verduisterd wordt en de maan als bloed wordt. En dan is het alsof, als het ware, ook de natuurelementen nu schreeuwen om het ingrijpen in de wereldgeschiedenis. En ik geloof dat wij vlak voor dit punt in de geschiedenis leven, vlak voor het ingrijpen van God, wat getoond wordt in de 7e zegel. En als het dan zover is, dan zien we bij die 7e zegel 7 engelen met 7 bazuinen tevoorschijn komen. Deze bazuinen die kondigen het oordeel van God aan, om Babylon, het hele rijk van de tegenstander, te laten vallen. De aankondiging van deze oordelen die lezen we in hoofdstuk 8 en de daadwerkelijke uitvoering in hoofdstuk 16. Je kan die hoofdstukken best wel naast elkaar leggen. Het is helaas geen prettig gedeelte. We lezen dat als de eerste bazuin wordt geblazen, dat 1/3 van al de bomen en het gras verbrandt. Bij de tweede bazuin lezen we dat 1/3 deel van de zee bloed wordt. Bij de derde bazuin sterft 1/3 van de zeedieren. En zo gaat het door tot we bij de 6e bazuin zelfs lezen dat 1/3 van de mensen sterft. Een hele zware boodschap. Maar dan, dan komt uiteindelijk die 7e bazuin, die allerlaatste waarbij het eindelijk is afgelopen. We lezen. En de 7e engel blies op de bazuin en er klonken luide stemmen in de hemel die zeiden: de koninkrijken van de wereld zijn van onze Heer en van zijn Christus geworden. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. Wat een heerlijk moment. Het rijk van Gods tegenstander is dan gevallen en Gods geweldige koninkrijk zal kunnen doorbreken op aarde. Nu is het natuurlijk belangrijk dat wij aan de goede kant zullen staan als deze oordelen komen. Aan Gods kant. Want deze oordelen die zijn natuurlijk niet bedoeld voor zijn kinderen. En daarnaast is het belangrijk dat we snappen waarom God dit oordeel brengt. En daarom geeft Openbaring ons nog meer zicht op het rijk van de Antichrist. En wat Openbaring ons eigenlijk simpel gezegd duidelijk maakt, is dat dit oordeel komt vanwege het onschuldige bloed dat vergoten is en vanwege veel afgoderij. Met name hoofdstuk 13 en hoofdstuk 17 geven ons veel kenmerken. En laten we de belangrijkste langsgaan.
Hoofdstuk 13 laat ons een beest uit de zee en een beest uit de aarde zien. Wilhelmus Abrakel die schrijft hierbij: in dit hoofdstuk wordt de antichrist, de paus van Rome, levendig afgebeeld, zowel in opzicht van zijn wereldlijk gebied als in zijn geestelijke heerschappij. Het beest uit de zee toont ons inderdaad de politieke kant van de macht van de antichrist. En het beest uit de aarde de geestelijke macht. We lezen ook dat ze met elkaar verbonden zijn, want vers 12 zegt dat het beest uit de aarde de macht uitoefent van het beest uit de zee. Het is het pausdom dat eigenlijk de macht uitvoert over het herstelde Romeinse Rijk. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld dat je ziet dat de machthebbers van Europa letterlijk hun macht kregen van de paus. Karel de Grote werd bijvoorbeeld in het jaar 800 door de toenmalige paus, paus Leo III, gekroond tot keizer. En vaak werden deze machthebbers dan ook gedwongen door het pausdom om alle onderdanen verplicht te laten bekeren tot het christendom. Het beest uit de zee heeft 7 koppen, zien we hier in Openbaring 13. En daar kom ik straks nog op terug. En het heeft ook 10 horens. En dat zijn weer die 10 koninkrijken die uit het Romeinse Rijk zijn voortgekomen. We lezen in vers 2 dat dit beest, de politieke kant van Rome, eruit ziet als een panter, een beer en een leeuw. Nou, dat waren precies de 3 dieren in Daniël, waarmee de eerste 3 rijken voor het Romeinse Rijk werden uitgebeeld. Dus dit laat eigenlijk zien dat de macht van Rome ook kenmerken van de rijken daarvoor heeft. We kunnen daarbij bijvoorbeeld denken aan de grootheidswaanzin die er in die rijken al was en de menselijke wijsheid, het streven naar steeds meer en groter. Maar we kunnen bijvoorbeeld ook denken aan de godsdiensten van het Oude Oosten, die in het vroegere Babylon en Perzië en Griekenland al waren en die door Rome mee zijn genomen Europa in. Deze heidense gebruiken die zijn later verchristelijkt door de Romeinse kerk. We kunnen denken aan de zonaanbidding, die onder andere bepalend is geweest voor hoe wij de christelijke feestdagen vieren. We kunnen ook denken aan de gewijde palen, zoals ze in de Bijbel worden genoemd. Zoals de grote obelisk die we op het Sint-Pietersplein zien. We kunnen ook denken aan de beeldenverering en de moeder-kindverering. Iets dat in Babylon al werd gedaan, maar wat door Rome eigenlijk in een nieuw jasje werd gestoken. In een christelijk jasje, namelijk de verering van Maria met het kindje Jezus. Iets wat totaal niet bijbels is en wat we vandaag de dag nog op heel veel plekken terugvinden. We gaan verder in vers 3. En ik zag één van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. Hier wordt beschreven wat we al eerder constateerden, namelijk dat het Romeinse Rijk in verval was geraakt, de eerste eeuw na Christus, en toen als het ware opeens weer werd genezen. Nou, wat maakte dat het uit elkaar gevallen Rijk opeens weer helemaal werd genezen? Keizer Constantijn die werd christen en toen hij het christendom tot een staatsgodsdienst maakte, heeft dit de weg geopend voor het pausdom. Toen het keizerrijk uit elkaar viel, maakte de nieuwe macht van het pausdom heel Europa weer één onder zijn heerschappij. En vanaf toen heeft de paus zijn politieke macht over alle landen uitgebreid. De wond van Rome die werd dus genezen zoals hier staat. Dan lezen we verder in vers 5 opnieuw over de grote woorden en de godslasteringen, die we bij Daniël ook al besproken hadden. En dan staat er ook weer opnieuw dat hij 42 maanden lang de macht krijgt. In Daniël werd gesproken over een tijd, tijden en een halve tijd. En op een andere plek wordt gesproken over 3,5 jaar of 1260 dagen. Maar als je goed kijkt is dat allemaal hetzelfde. 42 maanden en 1260 dagen is hetzelfde als 3,5 jaar. Wat betekent dit dat het beest 42 maanden of 3,5 jaar regeert? Mijn inziens staat dit niet voor een letterlijke periode van 3,5 jaar. Allereerst omdat uit verschillende Bijbelboeken valt op te maken dat de antichrist niet zomaar even kort regeert, maar vanaf het verval van het Romeinse Rijk. En Lucas 21 geeft bijvoorbeeld ook heel duidelijk aan dat de periode van de grote verdrukking begint met de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70. En ook Paulus, zoals we hebben gezien, die zegt dat het geheimnis van de wetteloosheid in zijn tijd al werkzaam is. En daarnaast zou een letterlijke periode van 3,5 jaar betekenen dat Jezus' wederkomst op de dag na te berekenen zou zijn. En zo zit de Bijbel volgens mij niet in elkaar. Wat betekent de regeerperiode van 3,5 jaar dan wel?
Nou, het getal 42 staat in de Bijbel vaak voor een periode van loutering, een woestijnperiode. Zo bestond bijvoorbeeld de woestijnreis van de Israëlieten uit 42 rustplaatsen. En verder zien we bijvoorbeeld dat in de tijd van Elia het land 3,5 jaar droog was. Dus ook een soort woestijnperiode van 3,5 jaar. Een periode van loutering en beproeving. Dus mijn overtuiging is dat de 3,5 jaar of 42 maanden eigenlijk een soort profetische aanduiding is voor de periode dat het Joodse volk moest zwerven in de woestijn van de volken. Het vertelt mijns inziens dat de tijd dat de antichrist regeert ook de tijd is dat het Joodse volk zwerft over de wereld en buiten hun eigen land is. En dat is zo ongeveer de hele afgelopen 2000 jaar. Het is de tijd dat ze gruwelijk zijn vervolgd door met name de Romeinse kerk en ze van land naar land werden opgejaagd. En de vele vervolgingen, kruistochten en pogroms die plaatsvonden tegen het Joodse volk, daar kunnen we allemaal aan denken. Dit is de grote verdrukking waar de Bijbel over spreekt. Lees Lucas 21 vanaf vers 20 tot 24 maar eens op na. Nou, en dan staat er nog in vers 7: het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. En als we iets verder lezen, dan komen we bij het beest uit de aarde, die de andere, de geestelijke kant van de macht van het pausdom belicht. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het lam, maar het sprak als de draak. En het oefende al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die erop wonen, het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. We zien hier de twee gezichten van de paus. Hij heeft de hoorns van het lam, oftewel, hij lijkt in zijn macht op Jezus, maar het spreekt als de draak, de duivel. Wat hij uiteindelijk uitvoert en uitspreekt, komt van de verkeerde kant. Dus het zijn eigenlijk twee gezichten die hij heeft. En dat is vandaag de dag misschien wel meer dan ooit. Nou, terug naar Openbaring 13. Vervolgens lezen we opnieuw over de vele tekenen en wonderen die hij zal doen. Wat we ook al behandeld hadden bij de Thessalonicenzenbrief. En dan komen we bij die bekende sensationele verzen. En het maakt dat men aan alle, kleine en grote, rijke en arme, vrije en slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand en op hun voorhoofd. En het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest, of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen. Want het is het getal van een mens en zijn getal is 666. We zien hier dat het niet kopen en verkopen te maken heeft met het beest wat we al uitvoerig hebben besproken. Wat betekent het? Nou, wist je dat er eeuwenlang heel veel mensen zijn geweest die niet hebben kunnen kopen of verkopen in de landen waar de Rooms-Katholieke Kerk regeerde? Er werd namelijk in de middeleeuwen door de Kerk van Rome gesteld: als je niet gedoopt wordt met het teken van het kruis, mag je niet in een gilde plaatsnemen. En de meeste Joden lieten zich niet dopen en ze wilden hun Joodse niet afzweren. En het uitvoeren van ambachten werd op deze manier voor hen onmogelijk gemaakt. Zij konden dus niet kopen of verkopen. En daarom alleen beroepen uitoefenen die buiten de gildes vielen, zoals bijvoorbeeld het geld uitlenen tegen rente. Tijdens Aswoensdag, 40 dagen voor het Romeinse Pasen, voordat de vastentijd begint, werd het askruisje gezet op het voorhoofd van Romeinse gelovigen door de rechterhand van de priester. En ook oprechte gelovigen in de Heer Jezus, die het gezag van de paus niet meer erkenden, werden buiten de maatschappij geplaatst. En mensen die voor ons hebben geleefd in de eeuw hiervoor, die hebben deze profetie nog van dichterbij werkelijkheid zien worden. Wilhelmus Abrakel die schrijft bijvoorbeeld bij deze tekst: het betekent, ieder moet iets hebben waardoor de inquisitie weten kan dat men van hun volk is. Het zij de ceremonie van hun doop, het vormsel, een kruis op Aswoensdag, het dragen van een kruis of paternoster, het maken van een kruis in allerlei gelegenheid, het zij de naam van katholiek, Rooms of Latijn. Wie niet goed katholiek is, mag onder hen geen handel drijven, welk beroep hij ook heeft. Misschien vind je dat heftig om te horen, omdat je bij het kruisteken toch denkt dat dit een christelijk symbool is.
Maar als je ziet wie er in deze wereld allemaal een kruisteken slaan en wat er met het kruis de afgelopen 2000 jaar is gebeurd, dan zou dat als het goed is al wat alarmbellen moeten doen rinkelen. Het kruis was al lang voor Jezus tijd een symbool. Dat is gewoon feitelijk. Het kruisteken is waarschijnlijk het zoveelste symbool wat door Rome is overgenomen uit de godsdiensten van de oude rijken. De Encyclopedia Britannia schrijft hier bijvoorbeeld over. Zij zeggen: het is vanwege zijn eenvoud van vorm dat het kruis vanaf de dageraad van de menselijke beschaving zowel religieus symbool als sierelement is geweest. Diverse voorwerpen dateren het van reeds lang voor de christelijke jaartelling, heeft men gevonden, versierd met kruisen van verschillende vorm. Het kruis is derhalve niet, wat sommigen misschien hebben gedacht, van christelijke oorsprong. Maar hoe dan ook, het niet kopen of verkopen is dus gebeurd en deze vervulling past ook helemaal binnen de context van het beest. En dat is heel iets anders dan bijvoorbeeld met een theorie van Microsoft die een chip heeft of iets dergelijks. Ten eerste heeft Microsoft niks met het beest te maken en het is ook geen teken, de chip, maar het is gewoon een voorwerp. En daarnaast is het misschien niet wenselijk om met een chip in je lichaam te betalen, maar het is geen zonde. Het is op zich genomen geen afgodisch teken en het verbindt als voorwerp ook niet met de verkeerde macht. Het punt in dit Bijbelgedeelte is dat het een teken is van het beest dat heel duidelijk in verband staat met de Romeinse macht. Vervolgens lazen we over het getal van zijn naam. Dat is bijzonder. Let op, er staat van zijn naam en dat het moet worden berekend. Het getal 666 zie je dus niet zomaar ergens staan, maar je kan het berekenen. Dit is iets wat ze trouwens vroeger ook veel meer deden. Rekenen met letters. Een van de titels die de paus zich heeft toegeëigend is Vicarius Filii Dei. En een van de bewijzen daarvoor zien we hier, bijvoorbeeld in dit officiële document uit 1943, waar dokter Johannes Korsten van de Katholieke Universiteit zegt dat de titel Vicarius Filii Dei, net als Vicarius Christi, erg gebruikelijk is voor de paus. En Vicarius Filii Dei betekent plaatsvervanger van de Zoon van God. Denk nog even terug ook aan de uitleg van het woord antichrist. In het Latijn hebben letters een getalswaarde. En wat zien we als we de letters van dit woord bij elkaar optellen? We komen inderdaad op de rekensom van 666. Voordat ik wil afsluiten met de boodschap en wat we hiermee moeten, gaan we nog naar Openbaring 17. Daar wordt ons namelijk nog iets meer duidelijk gemaakt. We lezen: ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien, die aan vele wateren zit. Met haar hebben de koningen van de aarde hoererij bedreven en de bewoners van de aarde zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En in de geest bracht hij mij weg naar een woestijn en ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest dat vol Gods lastelijke namen was, met 7 koppen en 10 horens. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en getooid met goud, edelgesteente en parels. En op haar voorhoofd stond een naam geschreven: Geheimenis het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed van de heiligen en van het bloed van de getuigen van Jezus. En dan lezen we nog vers 9. Hier blijkt het verstand dat wijsheid heeft. De 7 koppen zijn 7 bergen waarop de vrouw zit. Om maar even met dit laatste te beginnen, opnieuw hebben we hier een duidelijk kenmerk wat naar Rome wijst. Spurgeon zegt hierover: iedere schooljongen weet dat Rome op 7 heuvels is gebouwd. Het hart van de stad Rome ten oosten van de rivier de Tiber ligt op 7 heuvels en het is zelfs ook bekend als de stad op 7 heuvels. Maar wat kunnen we verder nog meer uit dit hoofdstuk leren? We lezen in hoofdstuk 17 voortdurend over een vrouw die ook telkens een hoer wordt genoemd. Dit vertelt ons ook iets. Als in het Oude Testament God zijn volk een hoer noemde, bijvoorbeeld in Jeremia, dan noemde hij hem juist zo omdat het zijn vrouw, zijn bruid is, die is vreemd gegaan met andere goden. Het is overspel omdat het zijn vrouw is. Dus dit laat ons zien dat de antichrist niet van buiten de gemeente komt, zoals we al zagen, maar vanuit de gemeente. Het overspelige slaat op het geestelijke overspel dat door de kerk is gepleegd door het heidendom te vermengen met het christelijke geloof. En we moeten denk ik beseffen
dat dit de schuld zo groot maakt. Want er wordt overal in de wereld natuurlijk aan afgoderij gedaan en er heeft ook overal in de wereld veel bloed gevloeid. Maar juist omdat het hier gaat om het volk van God dat zijn naam draagt en overspel pleegt. Daarom zal het zo streng daarop worden afgerekend. Ik vind het ook vandaag de dag verschrikkelijk om in het nieuws bijvoorbeeld te lezen over misbruiken door priesters in de kerk. En ja, bijvoorbeeld gisteren las ik daar nog iets over. En dan denk ik, wat moet de wereld wel niet van de kerk denken? Gods naam is bezoedeld door een kerk die is afgeweken van het pad. En daardoor is het een slecht getuigenis geworden van zijn naam. En daarom ook zal er een oordeel komen over de volken die, zoals hier staat, hoererij hebben bedreven met haar. Nou, verder zagen we in wat we net lazen het kenmerk van haar pracht en praal. Het purper, scharlaken, het goud en het edelgesteente. Deze kleuren en materialen zijn ook in Rome volop terug te vinden. Naast al het blinkende goud zien we inderdaad veel purper en scharlaken in Rome. Hier zomaar wat voorbeeldjes. In vers 5 lazen we nog over geheimenis, het grote Babylon. Daarin zien we weer wat we al eerder zagen, dat veel zaken uit de mysteriegodsdienst van het oude Babylon zijn teruggekomen via Rome in de kerk. Nou, het zou te lang worden om elke tekst uit Openbaring toe te lichten. Maar de vraag is, hoeveel puzzelstukjes heb je nodig om een scherp plaatje te krijgen van de antichrist? Ik denk dat er na deze film al genoeg duidelijk is geworden. En dan is natuurlijk de grote vraag, wat moeten we hiermee? Maar voordat ik daar kort iets over wil zeggen, wil ik echt iets belangrijks zeggen. En dat is dat ik echt heel duidelijk wil maken dat ik de gelovigen in de Rooms-Katholieke Kerk zelf niet veroordeel. Dat mag ik nooit doen en dat zou ik ook echt nooit willen doen. Ik weet dat er broeders en zusters zijn in deze kerken en ik ken ze zelf ook. Het gaat in deze studie over het systeem en wat er in de geschiedenis is gebeurd door dit systeem. En daar moeten we gewoon eerlijk over durven zijn. En ik hoop dat iedereen die de waarheid lief heeft, dit zal waarderen. Nou, als laatste, waarom is het belangrijk om al deze dingen te weten? Wat is Gods boodschap voor onze tijd? Ik begon deze studie met de droom van Nebukadnezar, waarin het beeld van alle wereldrijken op de voeten geraakt wordt door een steen, waardoor het helemaal omver valt. Dit beeld indrukwekkend uit hoe alle invloeden van al die wereldrijken, de heidense wereldrijken, die als het ware terug te vinden zijn in het Westen, worden vernietigd op het moment dat de voeten, de rijken in Europa, worden geraakt door die steen. Het boek Openbaring beschrijft dat dit een oordeel is over het zogenaamde Babylon. Dat oordeel komt met name vanwege het vele onschuldige bloed dat vergoten is en de vele afgoderij die gepleegd is in het gebied dat besmet geraakt is met de macht van Rome. En dat is mijns inziens met name het Westen. De grote verdrukking over het Joodse volk die nadert zijn einde. Ook al zal er nog wel wat moeten gebeuren zodat zij ook hun God en Messias zullen aanroepen. Maar we staan dus al veel verder op de tijdslijn van Gods plan. Namelijk voor de tijd dat God recht gaat doen door middel van een oordeel over de volken. Het boek Openbaring beschrijft dat de kleren van Jezus bij zijn terugkomst zijn gewaad in bloed. Dat wil zeggen, bij zijn terugkomst zal hij als het ware al het onschuldig vergoten bloed vergelden. Zo wordt er eindelijk ook recht gedaan aan al die martelaren. Dit zegt Zacharia. Ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidenvolken. Ik was een weinig toornig, maar zij hebben geholpen het erger te maken. Daarom, zo zegt de Heere, ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid. God is in onze tijd bezig om zijn volk Israël weer te herstellen. In de profetieën lezen we verschillende keer dat God zijn volk terugbrengt naar het land om vervolgens af te gaan rekenen met de volken die zo verschrikkelijk met de Joden zijn omgegaan. En het is goed om duidelijk te maken, het gaat hier dus niet over het persoonlijke oordeel wat een ieder zal ondergaan voor de grote witte troon. Maar het is een ander, een fysiek oordeel over een specifiek gebied vanwege specifieke zonden. En dan is de vraag, wat is de boodschap van de Bijbel om niet onder dit oordeel te komen? Nou, dat staat in Openbaring 18 vers 4. En ik hoor een andere stem uit de hemel zeggen, ga uit daar weg mijn volk, omdat u geen deel hebt aan haar zonde en omdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Ik zou je willen aansporen om met deze informatie in je achterhoofd
de eindtijdredes van de Heer Jezus te lezen. Die staan in Matteüs 24, Marcus 13, Lucas 17 en 21. En dan zou je eigenlijk je de vraag moeten stellen, wat is nu echt Jezus' boodschap voor deze tijd? Waarom haalt Jezus specifiek de geschiedenissen van Noach, Lot en de verwoesting van Jeruzalem aan als voorbeeld voor zijn wederkomst? Waarom waarschuwt hij ons zo indringend met denk aan de vrouw van Lot? Kan het zijn misschien dat er een tijd gaat komen dat gelovigen net als in deze geschiedenissen worden opgeroepen om fysiek Gods oordeel te ontvluchten? Wat doen we bijvoorbeeld met Jezus en boodschap als hij daar zegt, waak dan ten alle tijden en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen te ontvluchten en om te kunnen staan voor de Zoon des Mensen? Nou, ik geef deze dingen gewoon ter overdenking aan je mee. Hoe het precies zal gaan, dat is voor mij ook onbekend. En daarom moeten we gewoon waakzaam blijven. Mag God ons en ook mij in de komende tijd steeds meer laten zien wat hij echt van ons vraagt. Zodat we echt voorbereid zijn op Jezus' komst. En dan zullen we als de tijd rijp is genoeg olie hebben om in te gaan op de roepstem van de bruidegom. Dan staat er, zie de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet. En voor nu geloof ik dat het belangrijkste is om ons bij de God van Israël te voegen. En om als het ware geestelijk terug te keren van Rome naar Jeruzalem. Dat we niet vast zullen zitten aan deze wereld en aan alle dingen van deze wereld. Maar dat we helemaal aan Gods kant gaan staan en ons voegen bij zijn plan. Mijn gebed is dat dit een nieuwe reformatie op gang zal brengen. Als Babylon is gevallen, dan zal het geweldige koninkrijk van God doorbreken op aarde. En dan staat er zo mooi in Jesaja dat de aarde tot rust zal komen. God zal alle dingen weer nieuw maken. Ik eindig met de woorden uit het laatste hoofdstuk van Openbaring. En zie, ik kom spoedig, zegt Jezus. Gelukkig is hij die de woorden van de profetie van dit boek in acht neemt. Maranatha, Jezus, kom haastig.